Ja, deze twee kleuren die zijn het populairst. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag kan ik ze eindelijk uitproberen. Ik was er al een tijdje naar op zoek. De Glossions van L'Oréal. Dit is een highlighter in 4 verschillende kleuren. Hier staat op Instantly Illuminates and Hydrates for Glazed Glowing Skin. Ze zijn echt bedoeld om je hele gezicht een glow te geven of delen van je gezicht. Er staat op dat je hem gewoon zo kunt gebruiken, maar je kunt hem ook onder je make-up dragen of juist bovenop je make-up. Dus ja, je kunt hem op verschillende manieren gebruiken. Ik probeer de lichtere kleuren wel eerst even uit op mijn hand. En dan begin ik even met de kleur 901. Oké, geeft al een mooie glow. Ja, deze zou dus geschikt zijn voor een hele lichte huid. Of als je hem als mooie lichte highlighter wil gebruiken. Dit is 902. De 901 is meer een iets wittig kleurtje. Dit gaat meer richting een rosé-achtig glansje. En nu kom ik aan bij deze twee donkerste kleuren. Ja, deze twee kleuren die zijn het populairst. Die zie ik het meest voorbij komen. Omdat mensen hierdoor een soort instant tan krijgen op hun gezicht. Dus je krijgt er een lekker zomers kleurtje van. Het is gewoon weer een tintje donkerder. Je ziet dat je hem wel gewoon mooi kunt uitvegen. Mijn hele hand is mooi glowy, maar wel verschillende tintjes. Ik denk persoonlijk dat deze ook donker genoeg is voor mij, maar laat ik deze dan ook nog maar even uitproberen. Je ziet nu dat mijn hand van licht naar donker een beetje gaat. En overal hou je die glow. Nu is de vraag, welke ga ik op mijn gezicht smeren? Ik denk dat deze wel donker genoeg voor mij is. Ik denk dat ik daar al wel een beetje een tan van ga krijgen. Anders kan ik deze er alsnog overheen smeren natuurlijk. Ga ik het met een kwast aanbrengen of met mijn hand? Ik gewoon lekker aan mijn hand, waarom niet? Hij valt mee. Ik dacht dat hij donkerder zou zijn. Hij is wel heel erg mooi. Hij geeft me wel gewoon meteen inderdaad een beetje een kleurtje. En gewoon een hele gezonde glow. Eigenlijk wil ik die donkere nou ook nog even uitproberen. Zal ik deze dan op de andere kant doen? Kijk, want deze geeft mij al wel een beetje een kleurtje. En een mooie glow, maar... Nu ben ik toch ook benieuwd naar deze. Ja, ik moet mijn hals wel meenemen, want anders dan ziet het er echt niet uit. Ik vind ze allebei wel mooi. Ik denk toch dat deze beter bij mijn eigen huidskleur past, als ik het zo even naast elkaar kan vergelijken. Het geeft wel een heel mooi effect, alsof je gewoon even lekker in de zon hebt gezeten en je hebt een lekker zonnebrandcrème op. Ja, zo ziet je huid er gewoon uit. Het geeft je een mooie glow, maar niet een hele overdreven glow. Sommige glimmende producten worden je poriën alleen maar meer zichtbaar. Nou, dat vind ik bij deze niet.
Deze is wel gewoon mooi subtiel. Je huid ziet er gewoon gezond uit. En fris en lekker zomers. Als je nog een lichtere huid hebt, kun je deze misschien nog proberen. Ja, en dit vind ik toch meer echt een highlighter. Afhankelijk van hoe je het product wil gaan gebruiken, kun je dan een kleur voor jezelf uitkiezen. Ik heb nog best een redelijk lichte huid. En toch werkten allebei deze kleuren wel goed op mijn huid. Als je dat zomerse kleurtje effect wil bereiken. Om mijn look af te maken heb ik alleen even wat concealer eronder gedaan en een klein beetje blush. Ja, en ik ben wel ready to go. L'Oreal Glotion, ik vind het een mooi product en ik vind het wel een aanrader. Leuk dat je hebt gekeken en ik zie je weer bij een andere video. Doei!